Hallo lieve mensen, ik ben Lara van Ruiven en ik ben shorttrekster. Ik ga jullie vandaag een workout laten zien die gericht is op de schaatsbenen en natuurlijk de schaatsbillen. Maar voordat we beginnen, eerst onze handen wassen. Zoals jullie zien, kan ik zelf misschien niet heel erg veel nu, maar ik ben lekker gaan wandelen en ik ben al jaren gewandeld met teamgenootje. En die ga ik even van de bank trekken, want dan blijft zij ook nog een beetje actief. Ja, van die bank af. Moet dat echt? Ja. Okay. Je moet me even helpen. Ja. Nou, laten we beginnen. We gaan 4 oefeningen doen. We gaan elke oefening 2 keer 1 minuut doen en 30 seconden rust. Vind je dat net iets te kort? Neem dan 1 minuut rust en dan is het iets beter te doen misschien. Nou, laten we beginnen met oefening 1. Voordat we de schaatsgerelateerde oefeningen gaan doen, willen we eerst zorgen dat de buikspieren een beetje op spanning komen. Dus we beginnen met een setje core van 2 keer 1 minuut. Nou, nu op naar oefening 2. We gaan squats doen. Dat is goed voor de benen en voor de billen. Dat is natuurlijk bij schaatsers heel belangrijk. Nou, let bij de squats vooral op dat je voeten op schouderbreedte staan. En dat je je rug niet te bol doet als je inzakt. 1, 3. Nu gaan we nog een benenoefening doen en billenoefening. En dat zijn lunges. Zorg dat je goed door de benen zakt en je bovenlichaam rechtop houdt. Dit is veel te licht, ja. Is deze oefening te licht? Dan kan je natuurlijk ook een bloempot erbij pakken. Blijf goed drinken. We gaan nu naar oefening 4. Dat wordt een klapper. We gaan een statische schaatszit doen. Probeer zo diep mogelijk te zitten. Handen op je rug. En als jij niet diep kan zitten met je handen op je rug, mag je ze ook voor je houden. Dan is het wat makkelijker. Ja, wat nou als het te licht is? Ja, dan kan je hupjes doen. Bijvoorbeeld. Dat voel je wel branden hoor, op een gegeven moment. Is deze laatste oefening te zwaar of misschien juist te makkelijk? Dan heb ik nog wel een uitdagendere variant. Zorg dat je dus even op 1 been staat. Ik hoop dat de workout gelukt is en dat jullie de benen en billen lekker voelen branden. Ik ben benieuwd hoe jullie workout is gegaan en deel ze gerust op social media en gebruik de hashtag Fit met Team NL. Keep safe en houd een beetje afstand van elkaar. Ja. Bedankt, Jaar. Doei.